Ik ben Marieke de Wit, ik ben projectmanager van het project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving. We hebben de afgelopen jaren met veel instellingen samengewerkt om kennis te ontwikkelen op het gebied van de digitale leeromgeving. En het is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk dat dat bij zoveel mogelijk instellingen landt. En dat is de reden waarom we in 2018 een Learning Community zijn gestart, waarin 19 deelnemers uit 12 verschillende instellingen met elkaar aan de slag gingen met alle thema's die aan de orde zijn bij het ontwikkelen van een digitale leeromgeving. In 3 dagen hadden we verschillende workshops en presentaties en tegelijkertijd werkte iedereen aan een casus vanuit de eigen instellingspraktijk. En ze vertellen zelf wat ze aan deze Learning Community gehad hebben. De meerwaarde van de Surf Learning Community rondom de digitale leeromgeving was voor mij absoluut het uitwisselen met collega's die enerzijds wat voorlopen op mij, waardoor ik een hoop van ze kon leren. En anderzijds kon ik ook een hoop delen met collega's die in een andere fase van het project zijn. Dus we hebben ontzettend veel van elkaar kunnen leren. De Learning Community is voor de Christelijke Hogeschool Ede een hefboom geweest om het gesprek te starten over alles rondom de digitale leeromgeving, de organisatie, de professionalisering. Ja, wat ik heel goed vind werken bij de deelname aan de Learning Community is dat ideeën en plannen waar je al langer over nadenkt, die komen dan ook echt uit de startblokken omdat je er concreet iets mee gaat doen. En ik vind het heel belangrijk en ook inspirerend om met collega's van andere instellingen te sparren over dit soort vraagstukken. Ik heb de Learning Community als zeer positief ervaren en met name omdat je met heel veel verschillende mensen van andere hogescholen zit waarbij je ervaringen kunt uitwisselen, dus dat is heel fijn. En daarnaast niet alleen op operationeel niveau kun je daarover praten, maar het gaat verder, dus ook op beleidsniveau en over governance, etc. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Learning Community presenteerde iedereen zijn resultaten van de casus die ze onderzocht hadden gedurende het traject. En dit leverde hele interessante inzichten en ideeën en discussies op. En 3 daarvan kun je terugzien op de onderwijsdagen tijdens een postersessie over de digitale leeromgeving. En wil je nou zelf ook aan de slag met de digitale leeromgeving of ook deelnemen met een Learning Community? Kijk dan hier.